Welkom, mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richel en dit is aflevering 14 van Verhalen in de Vensterbank. En het verhaal van deze week is, ja, ik vind het zelf een heel schattig verhaal eigenlijk. Het, is, het gaat over een klein meisje. En, nou, niet heel klein, een, een meisje, een kind. Uh, en die wordt door haar moeder naar buiten gestuurd omdat ze moet buiten spelen. Want haar moeder heeft een klant en die wil geen herrie kinderen over de vloer terwijl ze met die klant bezig is. En nou ja, het regent buiten, dus het meisje heeft helemaal geen zin om buiten te spelen. En ze blijft dus uh, in het trappenhuis op de trap zitten. En ze speelt daar een beetje met haar stoepkrijt. Terwijl ze wacht tot ze weer terug naar binnen mag. Ik wens je heel veel plezier met het verhaal de pedicure. Als je het mooi vond, laat je dan een berichtje achter in de comments. Want we horen dat soort dingen echt graag. En dat maakt me altijd zo blij om. Iets te horen van mensen over hoe ze mijn verhaal hebben gevonden. U gaat luisteren naar het verhaal De pedicure, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ze moest buiten spelen. Volgens haar moeder maakte ze te veel herrie om binnen te spelen. Zelf vond Lise niet dat potloden zoveel geluid maakten. Soms, als ze haar oor vlak bij haar kleurboek hield, dan hoorde ze het geschraaf van het kleurpotlood over het papier. Maar dat klonk nog zachter dan een ademhaling. Toch moest ze naar buiten. Haar moeder zei dat ze buiten ook kon kleuren, dat ze het stoepkrijt maar moest meenemen. Lise was gerust niet dom. Haar moeder had een klant vandaag. De herrie was alleen maar een smoesje om haar het huis uit te krijgen. Een tijdje geleden, toen ze buiten moest spelen, was ze van de schommel afgevallen. Op haar knie had een schaafplek gezeten met wel vier bloedpuntjes. Huilend was ze naar huis gegaan. Eerst kon ze haar moeder niet vinden. Maar haar moeder bleek in de slaapkamer te zitten samen met een man. Een kale man met blote voeten. Haar moeder schreeuwde dat Lise in de keuken moest wachten. In de keuken stond een aanrecht, een prullenbak, een koelkast en verder niets. De keuken was zo klein dat Lise nooit hoefde te helpen met de afwas. Er was geen ruimte genoeg voor twee mensen tegelijk. In de kier tussen de koelkast en het aanrecht lag een bruine, knoesberige uierschil. Lise ging op de grond zitten. Haar knie prikte nog steeds. Ze spuugde op haar vinger en smeerde de belletjes over de zere plek. Het prikte nog meer, maar dat was goed. Als haar moeder jodium op haar knie smeerde, prikte dat ook. Misschien had ze wel magisch speeksel dat wondjes kon genezen. De moeder van Maud had een magische zalf die wondjes kon genezen. Eerst was die donkergroen, en daarna lichtgroen, en daarna was je vel weer heel. Soms speelde ze bij Maud. Dan deed ze haar best om zich te bezeren, zodat ze nog een keer dat groene zalfje kreeg. Haar eigen moeder had zulke zalf niet. Lise bestudeerde de bloedpuntjes op haar knie. Ze luisterde naar de geluiden verderop in het huis. De volwassenen fluisterden. Misschien expres, omdat ze niet wilden dat Lise hen zou horen. Lise spuugde nog een keer op haar vinger. Daarna pakte ze de uienschil. Die paste precies rond haar knie. Ze smeerde er meer spuug op en wachtte tot het uitdroogde. Daarna pakte ze de uienschil ervan af. Het was nog steeds rood. Maar het leek alsof er nu drie plekjes met bloed waren in plaats van vier. Ze wilde net nog een keer het hele proces herhalen toen haar moeder in de deuropening verscheen. Nou, wat moet je? vroeg ze. Ik ben gevallen. Lise gebaarde naar haar zere knie. Haar moeder tilde haar op. Ze rook anders dan normaal. Een klein beetje naar zee en een beetje naar zweet. Haar moeder droeg haar helemaal naar de woonkamer en ze zette haar boven op de eettafel. Ze maakte haar knie schoon met jodium en plakte er een pleister op. Waarom had die meneer blote voeten? Vroeg Lise. Ik ben een pedicure, zei haar moeder. Wat is dat? Dat is dat je iemands voeten verzorgt, zei haar moeder. Meer wilde ze er niet over vertellen. Ze hadden geen kinderpleisters meer, dus haar moeder tekende zelf met stifte Mickey Mouse op het bruin. Haar moeder kon niet zo goed tekenen. Lise mocht tv kijken met een schaaltje kroepoek op schoot. Eerst in haar eentje, want haar moeder wilde nog douchen en het beddengoed wassen. Later keken ze samen naar de televisie. Vandaag kon ze niet eens buiten spelen. Het regende. Met het emmertje stoepkrijt in haar handen bleef ze in de hal staan. Ze drukte haar neus tegen het beslagen glas en keek. Soms hoorde ze de donder. Overdag was onweer extra eng, want dan werd je niet eerst gewaarschuwd door de bliksemflits. Lise bleef op de trap zitten. Een tijd lang tekende ze met haar stoepkrijt hartjes op de betonnen treden. Toen kwam de buurvrouw. Ze zei niets, maar ze keek boos. Ze keek altijd boos. Daarna durfde Lise niet meer binnen te stoepkrijten. Ze zette haar elleboog op haar knieën en wachtte. Na een tijdje kwam een onbekende man het trap naar huis binnen. Ben jij de klant? vroeg Lise. Het was een kleine man met opgetrokken schouders en een kromme rug. Als Lise zo krom zou lopen, zou haar moeder er zeker iets van zeggen. Misschien zou haar moeder er straks tegen de klant ook iets over zeggen. Waar moest je anders over praten tijdens een pedicure? Ben jij een klant van mijn moeder? vroeg ze weer. De man keek haar aan alsof hij moest overgeven. Ze vond hem een beetje zielig. Misschien was hij bang dat een pedicure pijn deed. Deed een pedicure pijn? Dat wist ze eigenlijk niet. Ik denk niet dat het pijn doet hoor, zei ze. De man stapte over haar heen met een grote stap. Hij zei niets en ze vond hem onbeleefd. Met haar stoepkrijt tekende ze kleine bloemetjes op de muur, heel zacht. Wanneer je er met je wijsvinger overheen wreef, verdwenen ze alweer. Ze keek naar de brievenbussen. Het groen was op sommige plekken afgebladderd, daar was het metaal zilvergrijs. Bij een van de brievenbussen zat een spin in een spinnenweb. Die mensen kregen misschien nooit post, dacht Lise. Als ze haar kleurboek mee had, dan kon ze een tekening eruit scheuren en in een eigen brievenbus gooien, als een verrassing voor haar moeder. Lise vond het altijd leuk om haar moeder blij te maken. Haar billen deden pijn van de harde trap en haar voeten waren koud. Met haar tenen wiebelen hielp niet meer genoeg. Ze stond op en begon te springen. Eerst tegen de kou, later omdat ze hoopte dat ze zou vallen. Als ze haar knie opnieuw schaafde, mocht ze vast terug naar binnen. Ze zou laten zien hoe stilletjes ze kon kleuren in het kleurboek. Of, als dat nog te veel geluid maakte, dan kon ze een cd luisteren met haar koptelefoon op. Ze liet zich op de grond vallen, maar haar handen vingen haar automatisch op. Misschien moest ze van de trap naar beneden vallen. Ze klom op de eerste trede, maar in plaats van te vallen sprongen haar benen gewoon. Ze klom op de tweede trede en daarna op de derde. Wat kon ze eigenlijk verspringen? Straks zou ze dat aan haar moeder laten zien. Of aan de boze buurvrouw en aan de klant en dan zou iedereen aardig tegen haar zijn. Ze klom naar de vierde trede. Ze durfde zich niet af te zetten. Vier was wel heel hoog. Je moet, zei ze tegen zichzelf. Als je een zere knie wil, moet je wel. Ze sprong naar beneden. Haar hoofd knalde tegen de brievenbussen. De hoek raakte haar vlak boven haar oor. Eerst werd de wereld zwart en daarna weer normaal. Net zoals wanneer je te snel opstaat. Pas na een tijdje voelde Lize dat het pijn deed. Het leek alsof de pijn heel langzaam begon en steeds een beetje erger werd. Uiteindelijk deed het meer pijn dan een geschaafde knie. Ze voelde aan haar oor en controleerde haar vingers op bloed. Haar vingers waren groen en geel en wit van het stoepkrijt, niet rood. Ze ging weer op de onderste tree zitten. Ze was klaar met springen. Ze wilde haar vingers schoonmaken zodat haar moeder niet boos zou worden straks. Ze verzamelde spuug in haar mond en liet het speeksel op haar vingers druipen. De belletjes maakten het krijt op haar handen donkerder groen. Ze spuugde op de stoepkrijttekeningen. Misschien was dit wel dat magische spul van de moeder van Maud. Ze probeerde er een salfje van te maken. En ze smeerde het papje op haar knie die niet kapot was. Het duurde lang tot het droog was. Zoveel geduld had ze niet. Toen ze het krijt-speekselmengsel van haar knie afhaalde, was het vel eronder nog steeds helemaal heel. Ze wilde naar boven rennen om aan haar moeder te vertellen wat ze had ontdekt. Maar ze bleef zitten. Ze wilde niet dat haar moeder weer boos zou worden. Er kriebelde iets in haar oor. Ze gilde. Misschien was het een beest, die spin bijvoorbeeld, of een bij of een wesp. Ze schudde haar hoofd en sloeg richting haar oor. Haar vingers waren rood. Bloed, alsnog. Ze sprong overeind en de wereld werd voor de tweede keer kort zwart. Ze rende naar boven. De voordeur zat op slot. Ze belde aan en sloeg tegen het raam. Ze riep: "Mama, mama, ik bloed." Er kwam geen antwoord. Ze schreeuwde nog harder. De boze buurvrouw woonde even hoog als zij. Op haar deur hing een krans met gedroogde bloemen. Die deur ging nu open. De buurvrouw keek niet vriendelijk. 'Ik bloed,' zei Lise. De buurvrouw keek naar haar en daarna naar de deur van hun huis. Ze zuchtte en gebaarde dat Lise met haar mee moest lopen. Het huis van de buurvrouw zag er lang niet zo boos uit als de buurvrouw zelf. Op het behang stonden roze strikjes. Er hing maar één fotolijstje: daarin zat een zwart-wit foto van de buurvrouw toen ze jonger was. Ze droeg een verpleegsterskapje. Het mooiste aan het huis van de buurvrouw vond Lise de grote glazen kast met allemaal beeldjes. Ze drukte haar handen en haar neus tegen het glas en keek: er was een beeldje met twee kindertjes op een hekje. Eén van de kinderen droeg een groene hoed. Zo stelde Lise zich voor dat de wereld vroeger was. Met overal boerderijen en kinderen met strooslierten in hun mond en groene hoeden op hun hoofd. Kinderen die op hekjes zaten voor hun plezier, net als in het liedje Drie kleine kleutertjes. Op een hekje zitten was vast minder koud dan op de trap. Die is mijn lievelings, zei Lise. De buurvrouw keek welke Lise aanwees. Mijne ook, zei de buurvrouw. Ze tilde Lise niet op de tafel om een pleister te plakken. Dat kon ook niet. De tafel lag vol met puzzelstukjes. Lise moest op een gewone stoel zitten en de buurvrouw druppelde jodium tussen haar haren. Ik heb uitgevonden hoe je groene zalf kan maken, zei Lise. Het is gewoon stoepkrijt en spuug. Zal ik het maken voor op het bloed? Doe maar niet, zei de buurvrouw, dan worden je mooie haren vies. Het was de eerste keer dat iemand tegen haar zei dat ze mooie haren had. Ze vond de buurvrouw nu iets aardiger. Maar ze had nog steeds allemaal boze rimpeltjes om haar gezicht. Misschien was ze vroeger te vaak boos geweest. Lisa nam zich voor om extra lief voor de buurvrouw te zijn. Ze bleef stil zitten en ze zei niets toen het jodium heel hard in haar hoofd prikte. Ze werd er zelfs een beetje duizelig van. Zo'n duizeligheid die niet in je hoofd zit, maar in je keel en je borst. Zo, zei de buurvrouw, houd deze maar even vast. Ze pakte het doekje aan van de buurvrouw en duwde die tegen de zere plek. Waar is je moeder? vroeg de buurvrouw. Kunnen we haar bellen? Ze is thuis, maar ze heeft een klant. Nu keek de buurvrouw weer boos. Niet alleen haar rimpels keken boos, maar ook haar ogen. Het maakte Lise bang. Om de boze ogen niet te hoeven zien, keek ze in de doos met puzzelstukjes. Ze vond een randje en gaf die aan de buurvrouw. De buurvrouw maakte het randje vast aan de rest van de randjes. Zal ik een kleurplaat voor u maken? vroeg Lise. Of een tekening? Dan kan ik die in de brievenbus doen, beneden, als een verrassing voor u. De buurvrouw knikte. Ze zette de doos met puzzelstukjes opzij en ze pakte een papier en drie pennen: een blauwe pen, een zwarte pen en een rode pen. Dit zijn alle kleuren die ik heb, zei de buurvrouw. Lise ging aan het werk. De buurvrouw mopperde op mensen die wel kinderen konden krijgen, maar er niet voor konden zorgen. Lise stopte met luisteren en ze tekende een hekje met kinderen erop. Knap hoor, zei de buurvrouw na een tijdje. Ze haalde haar hand door Lise's mooie haren. Doet je hoofd nog pijn? Niet echt, zei Lise dapper. Ze tekende één kind met zwarte haren en één met rode haren. Ze hadden allebei blauwe ogen en blauwe broeken. Buiten op de galerij hoorde ze haar moeder gedag zeggen tegen de klant. Nou, wat moet je, kind? riep haar moeder daarna. Waar ben je? Het bleef even stil en toen knalde de deur weer dicht. De bons echode door de hele galerij. De buurvrouw keek naar haar. Lise wist wel dat de buurvrouw keek, maar ze deed alsof ze het niet zag. Ze deed haar best om er schattig uit te zien. Ze stak het topje van haar tong naar buiten, alsof ze zich heel hard concentreerde. Maud deed dat soms en als Maud het deed, zag het er schattig uit. Ze voelde de vinger van de buurvrouw tegen haar oor en langs haar nek. Als je hoofd nog heel veel pijn doet, moeten we misschien naar het ziekenhuis, zei de buurvrouw. Lise knikte. Het doet nog wel pijn, zei ze. Het was een leugen, het deed een beetje pijn, maar veel minder nog dan een geschaafde knie. Toch wilde ze graag met de buurvrouw naar het ziekenhuis. Ze wilde hand in hand lopen, en alle dokters zouden denken dat de buurvrouw haar moeder was, of haar oma. De buurvrouw had misschien te veel rimpels om een moeder te kunnen zijn. De buurvrouw haalde een grote jas en zei dat Lise die aan mocht trekken. De jas was veel te groot. De buurvrouw rolde de mouwen op en ze liet Lise zien hoe ze de jas een beetje omhoog kon tillen, zodat ze niet zou struikelen op de trap. Lise tilde de jas op, behalve de laatste paar treden. Als ze dan struikelde maakte het niet uit. Dan zou ze misschien nog meer bloed hebben, waardoor ze nog langer bij de buurvrouw mocht blijven. Ze struikelde niet. Voordat ze de regen inliep, tilde de buurvrouw haar op. Ze rook lekker naar lavendelzeep. Lise duwde haar neus dieper in de nek van de buurvrouw en ze sloeg haar armen om haar heen. De auto van de buurvrouw was heel klein en Lise mocht voorin zitten. Ze reden niet naar het ziekenhuis. Al na drie bochten gingen ze de verkeerde kant op. Lise wist het wel, maar ze hield haar mond. Ze duwde haar neus in de jas die ze van de buurvrouw had gekregen. Ze was niet dom. Ze wist gerust wel dat haar moeder had gelogen. Vrouwen nemen pedicures. Niet kale oude mannen met kromme schouders. U heeft geluisterd naar het verhaal De Pedicure. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben benieuwd. Ik weet dat we allemaal volwassen zijn, denk ik, gok ik. Maar wat is nou de laatste keer dat jij met stoepkrijt hebt gespeeld? Kan je je dat nog herinneren en wat heb je toen gemaakt? Was je iemand die van die speurtochten maakte, of was je ook iemand die bijvoorbeeld hartjes en bloemetjes tekende? In ieder geval laat het ons weten in de comments hieronder. En uh, ja, want we horen graag ook jouw verhaal. Als je dit verhaal nou mooi vond, geef deze video dan een thumbs up en vertel erover. Aan een vriend, een vriendin, een moeder, een schoonvoeder, uh, een schoonvader, een buurvrouw, een collega, gewoon iemand met wie jij gewoon graag over literatuur praat, iemand met wie jij graag over verhalen praat. En vergeet niet je te abonneren op dit kanaal, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en ik zie jullie allemaal volgende week. Doei doei.